Op dit moment is 1/3 van alle medicijnen wat in Afrika op straat verhandeld wordt als medicijn tegen malaria is fake, is nep. Dat zijn medicijnen, daar zit waspoeder in of kalk of zelfs remvloeistof, Viagra, alles wat je maar kunt verzinnen. Ja? Dat is dus voor moeders die medicijnen voor hun kinderen kopen, is gewoon Russische roulette. Koop je de verkeerde medicijnen en je kind heeft malaria, gaat dood. That's it. Er is geen hond die daar iets aan doet. Waarom? Dat zit in het criminele circuit. Dat zijn criminele syndicaten in China en India die dit soort neppillen produceren en die smokkelen ze Afrika in en er wordt flink geld aan verdiend. Kun je dus gaan zitten en kun je zeggen, ja, dat is jammer, dat is heel vervelend. Of je kunt zeggen, van, we gaan er tegenaan en we moeten hier iets aan doen. En dat hebben we dus ook binnen de Nederlandse Malariastichting. Ik ben voorzitter van de raad van advies van de Nederlandse Malariastichting. Hebben we dat echt op de agenda weten te krijgen. En je zegt, van, we moeten hier iets aan gaan doen. Dus het is weer een stuk activisme. Het is weer gewoon jezelf niet willen neerleggen bij dingen die gebeuren waarvan je denkt van ja, maar dit kan echt niet.